Dukenburg Dichterbij is een initiatief van 3 fotografen, waaronder Jacqueline van den Boom. Doel was om typische plekjes en herkenbare taferelen uit Dukenburg vast te leggen. Dukenburg bestaat binnenkort 50 jaar. Dat is alleen al een feestje. Ik wilde altijd al een fotoboek maken. Mijn studiegenoten die waren allemaal bij Bosjes fotoboek aan het uitgeven. En die gingen daar de hele wereld voor over. En ik heb het lekker dicht bij huis gehouden. Zo'n jaar of 3 geleden ben ik begonnen met het opzetten van het boek. Vanaf het begin heb ik geroepen, dat ga ik niet in mijn eentje doen. Dus ik heb er 2 fotografen bij gevonden die mee wilden werken. Ik heb iemand gezocht die heel graag verhalen wilde schrijven. Die kwam weer met van, ja, ik weet iemand voor het voorwoord. De grafische ontwerpster. We komen allemaal uit Dukenburg. We hebben allemaal hart voor Dukenburg. En we hebben er met z'n allen iets prachtigs van gemaakt, al zeg ik het zelf. De onderlinge samenwerking was prima. Ja, het is echt een project waar je af en toe iedereen met zijn haren bij moet slepen. Maar het resultaat is het enige wat telt, vind ik. Het zijn 3 verschillende fotografen met ieder een eigen stijl. Dat zie je ook terug in het boek. Er zijn hele rustige zwart-wit foto's. Hele kleurrijke foto's. En die wisselen elkaar af. En af en toe word je even wakker geschud. En af en toe denk je van, oh ja, lekker, Dukenburg. Zo werkt het. Dukenburg is ontzettend groen. Het is heel wijd opgezet. Je kan altijd de lucht zien. En ik kan door Dukenburg fietsen en van de mooie luchten genieten. Echt vooral 's ochtends als we nog mooie kleuren hebben. Als je er goed naar gaat kijken, dan zie je er vormen in. Als daar het lichtval mooi in is. En dat heb ik vast willen leggen. En daardoor hoop ik dat mensen ook beter naar hun eigen wijk gaan kijken. En de rest van Nijmegen gaat zien hoe mooi het echt in Dukenburg is. Daarnaast is schrijver Kader Shakif met wijkbewoners om de tafel gegaan. In 7 verhalen laat hij zien dat Dukenburg een thuis biedt aan iedereen, ongeacht herkomst of culturele achtergrond. Het leuke aan Dukenburg, dat kan ik gewoon niet in 1-2 vertellen, maar ik zou jullie uitnodigen om het boek Dukenburg Dichterbij te lezen en te bewonderen. En dan zie je gewoon hoe leuk Dukenburg is. Dus de diversiteit aan leeftijden, achtergronden, opleidingsniveaus, 7 groene wijken, leefbare wijken, waar mensen met elkaar dit stukje aarde, dit stukje Nijmegen delen. Dukenburg barst van de vogels. Hè? Dus ik heb wel ooit geleerd dat als vogels ergens naartoe vliegen, dan is het altijd goed. En dat is Dukenburg.